in de meldkamer. Dan heeft een algemeen bericht voor de collega's. Cluster Oost, juist in Houten. Die zegt achter een meisje in een auto te trekken. Dat is niet gelukt. De tijdse melding is 7 minuten voor 2. Voertuig, dat hoort thuis in dus we zitten nu op 14 minuten na melding. Dan is het dus gebeurd en dan is nog de melding. Ja, er is een zwangere dame in Houten mishandeld door een manspersoon. Die is daarna weggereden in een wit voertuig. En dat voertuig dat hoort thuis in Amersfoort. En wat wij nu proberen is om het voertuig op de route naar Amersfoort nog te traceren. Om te kijken of we meneer kunnen aanhouden. Mocht je het voertuig zien rijden, dan gaan we controle en... Foto bekend in BVB. Nog een aanvulling voor het uitgegeven bericht. Mocht u dat voertuig treffen, houd dan even in het achterhoofd dat de persoon om die het gaat, die is gezet tegen. En in het verleden heeft hij getracht met vuurwapen en pepperspray van collega's te pakken. Dus mocht u dat voertuig treffen, houd u dan even rekening met zijn eigen gemaakt. Terwijl de surveillante de afritnemen, ziet Raymond links de witte pick-up rijden. Daar gaat hij. Links. 32 06. Bovenop gaat een witte jumpy. Zit een pitauto achter. Ze gaan er direct achteraan en zetten de achtervolging in, zodat ze de man mogelijk kunnen aanhouden. Ja, we zitten er met twee voertuigen achter. En alle info is bekend, toch? Maar we laten het alleen maar even afzakken. Wil je dat in ieder geval wel meegoed? Je hebt die info meegekregen van de host. Ja. Hij gaat niet stoppen, denk ik. De collega's in de opvallende politieauto dwingen de man om te stoppen, maar die denkt daar heel anders over en negeert compleet het stopteken. Mindering. Aangezien de man weigert om te stoppen, zetten de collega's de sirene aan. OC 494. En dan maakt hij expres een levensgevaarlijke manoeuvre. Verdachte remte collega's, opzettelijk. BP Amersfoortseweg. De bestuurder rijdt vervolgens vol door rood en knalt bijna bovenop een auto, waarna hij nog meer levensgevaarlijke capriolen uithaalt. Parallel, industrieterrein, Soesterberg. Hij kijkt uit het raam. Hij gaat stoppen. Hij gooit iets uit het raam. Stijn zijn spiegel doet goed. Hij gaat niet stoppen. Hij gaat niet doen wat we doen. Industrieterrein, 30, 20 begrepen. Gaat rechtsom, rechtsom. Raymond gaat erachteraan en Patrick rijdt snel naar de andere kant. Verdachte is uit het voertuig. Ik ga zo bericht. Hij is binnen. Zit hij binnen? Hij is binnen. Blijf staan. Pak een hoek. Verdachte is het pandje in tegenover Step Up, het Vintage Centrum. Deur is dicht, dus graag in ieder geval een HVJ, een machtiging en een hond. En wat collega's? Collega's zijn onderweg. Pandje aan de Amersfoortse straat, correct? Echt aan een woning op? Ja, OC, dat is correct. Maar volgens mij kunnen we hem gewoon op hete daad aanhouden. Hoor. Hij heeft collega's opzettelijk geprobeerd van de weg af te rijden. En als kan willen we ook graag een schild. 3301, jij neemt het schild mee, correct? Ja, ik heb hem sowieso naar binnen zien gaan, of niet? Nick heeft hem hier, ik ben er van deze kant. Toen was hij hier net uit zicht en zij staan naar die deur te kijken. Er zit het enige deur. En die is in het slot gevallen. Ik heb twee keer getrapt, maar ik kreeg hem niet direct open. Hij zegt dat hij zo naar buiten komt. Wil je hebben schild? Oké. Okay. Blijf hem af. Ik loop gewoon rustig mee. Staak op bezet! Ja, laat me gewoon lopen, man. Auw, mijn rug! Mijn rug, hey! We zitten niet op de rug. Nee, ik heb al gekneusd, man. Ja? Auw! Doe dat gewoon rustig. Hey. Ontspannen, opstaan. Auw. Opstaan. Oké. Gaan we naar beneden. Lopen. Ja. Lopen. Gaan doorlopen. Kom, loop even door. Lopen. Eerst de fouilleer van hem erin zetten. Even checken. Tegen de auto. Ga buiten, moet zijn. Mag ik even? Hey, als jij nu hebt, heel snel op, liefst. En je met je vieze journalistiek spelletje. En ga je een hoertje neuken. En jullie politie? Dan handen over vieze peulens, flippertjes. Met een dildo in je arms. Op me. Zitten. Kom op. Omdraaien. En checken. Wil je dicht? Is er een andere?
Zit hij goed? Zit hij vast? OC, de 0494. Graag met toestemming. Nou ja, je hebt het gezien, een vrij heftige melding. Een melding in eerste instantie is dat er een vrouw dan wel in een busje getrokken zou worden, dan wel mogelijk mishandeld zou zijn. Daarbij werd later een kenteken genoemd van de mogelijke verdachte. We zijn met meerdere voertuigen in de omgeving gaan zoeken en ook was inmiddels bekend waar de verdachte thuis zou horen. Eigenlijk zagen wij hem samen met andere collega's in een opvallende pitauto, zagen de verdachte rijden hier richting Soesterberg. De verdachte wilde niet zomaar stoppen en weigerde eigenlijk alle medewerking. En tijdens het rijden heeft hij zelfs geprobeerd de politieauto van de weg af te rammen. Uiteindelijk is het een achtervolging geworden die hier bij deze woning geëindigd is. Toen de verdachte naar buiten kwam, toen bedreigde hij ons weer met een knuppel of een stok. En hebben we hem uiteindelijk met gepast geweld onder controle weten te brengen. Hij is ook met vliegende en loeiende sirenes is hij naar het arrestantencomplex in Houten gebracht. Verder onderzoek zal natuurlijk uit moeten wijzen wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden bij het incident met die mevrouw. En ook het inrijden op onze collega's en het vechten en bedreigen van ons zal natuurlijk niet onder straf blijven. De man is gearresteerd en wacht op de uitspraak van zijn hoger beroep.